Goedemiddag allemaal. Welkom bij de eerste deelsessie. Als het goed is heeft u net gekeken naar de introductie van Liesbeth en het panelgesprek. En onder andere onze heemraad, meneer Johan van Driel. Het thema waterveiligheid is daar ook al genoemd even door de wethouder van de gemeente Barendrecht, mevrouw De Jonge. Het is een ontzettend belangrijk thema. Het is een onderwerp wat eigenlijk ons hele gebied beschermt. Dus deze breakout room die staat geheel in het teken van dit onderwerp. Mijn collega Henry van der Meijden die is beleidsadviseur waterveiligheid. En hij is ook ontzettend benieuwd naar uw inbreng over dit onderwerp. En ik ga hem straks het woord geven en dan gaat hij kort eventjes wat vertellen over het programma waterveiligheid. En aan het einde van zijn verhaal is er genoeg ruimte voor vragen, want we hebben ongeveer 35 minuten. Ik heb van Henry begrepen dat hij ongeveer 5 à 10 minuten bezig zal zijn met zijn verhaal. En dan staat deze iPad die hier voor mij ligt, staat in verbinding met mijn collega's achter de schermen. Die ook uw vragen gaan bijhouden. En die krijg ik dan weer te zien op mijn scherm. Dus tenslotte hoop ik dat u allemaal ook uw vragen wil stellen op de chat. Dus ik nodig u uit om dat te doen. Dit is het moment, ook voor Henry, om waardevolle input te verzamelen. Dat is ook de reden dat we hier allemaal bij elkaar zijn op deze manier. Dus Henry, wat mij betreft geef ik jou graag het woord. Jij kan jouw verhaal doen. Dan gaan we hopelijk interactief in gesprek met de mensen die voor deze sessie hebben gekozen. Even voor u als deelnemer. Daarna is er ook weer een korte pauze. En dan kunt u of doorgaan met de sessie over voldoende en schoon water. Of in de andere breakout room een sessie over, als ik het goed heb, hemelwaterbeleid. Maar daar kom ik zo nog even op terug wat er precies in de tweede ruimte precies gebeurt. Dus Henry, van harte welkom. Begin je presentatie en neem ons mee. Nou Jessica, dankjewel. Ik zal wat vertellen over het programma Waterveiligheid. Ik ben dus beleidsadviseur voor waterveiligheid binnen het Waterschap Hollandse Delta. En vanuit die hoedanigheid ook trekker van het thema waterveiligheid. Ik ga u meenemen langs de ambities op waterveiligheid die we hebben gesteld. En daarvan afgeleid de lange termijn doelen en de speerpunten voor het waterbeheerprogramma. Zoals we die hopelijk op gaan nemen in het waterbeheerprogramma. En ik roep u op om mee te doen, vragen te stellen, suggesties te doen om de zaken nog wat mooier, wat scherper te krijgen. Dus naar aanleiding van deze inleiding van mij hoop ik dat u met uw vragen komt. Even de eerste. Ja. Dit is de ambitie voor het programma Waterveiligheid die we hebben opgesteld. Het zijn eigenlijk een paar mooie volzinnen geworden, maar het geeft ook weer hoe we tegen het thema waterveiligheid aankijken op dit moment. In deze zinnen heb ik een paar kreten onderstreept om aan te geven waar het eigenlijk om gaat binnen het programma Waterveiligheid. Traditioneel gaat waterveiligheid om het te bieden van bescherming tegen overstromingen. Nou, dat is en blijft altijd onze primaire taak, zullen we ook altijd blijven doen. Maar goed, er zijn ook ontwikkelingen waardoor we het tegenwoordig op een wat andere manier uitvoeren. En daar zijn die andere strepen voor gezet. We doen het robuust waar het moet. Hè. Robuust gaat ook over, heeft te maken met bijvoorbeeld klimaatverandering, zeespiegelstijging. Soms moet er heel ver vooruit gedacht worden, moet het extra sterk en groot zijn. We proberen het natuurlijk te doen waar het kan. Hè. Natuurlijk moet je denken aan de inrichting van dijken, het natuurlijk laten meegroeien van de duinen. Daar willen we op inzetten. En slim waar het loont en slim slaat ook op innovaties. Het gaat over digitaliseren, het gaat over de transformatie. Dat zijn in ieder geval de manieren waarop we hiermee om willen gaan. En we willen ook meerwaarde creëren waar het mogelijk is. Nou, net in de plenaire sessie werden er ook al wat vragen over gesteld. Een dijk is niet alleen maar weer een dijk, maar het heeft ook meerdere functies, kan meerdere functies hebben. Maar, en daar eindig ik dan weer in de ambitie mee, daar staat altijd de veiligheid toch nog centraal. En daar willen we geen concessies aan doen. Waterveiligheid, dat is de primaire functie van een dijk, het bieden van veiligheid. Afgeleid van deze overal ambitie voor het programma hebben we een aantal lange termijndoelen gesteld voor waterveiligheid. Die zijn er dus van afgeleid, dus in feite lees je die hier weer in terug. De eerste gaat over dat de dijken en de duinen altijd voldoende sterk zijn en blijven en voldoen aan de normen. Er zijn wettelijke normen
En we toetsen de dijken en we versterken de dijken. Nou, dat is traditioneel onze core business, blijven we altijd doen en staat bovenaan. Maar naast het op orde houden van de dijken gaan we ook meer werken aan het beperken van de gevolgen van overstromingen. Een dijk kan doorbreken, er kan water over een dijk komen. En dan is het zaak om te kijken hoe kunnen we die effecten zo beperkt mogelijk laten zijn. Dat is het tweede lange termijn doel. Het derde doel gaat over die maatschappelijke meerwaarde. Dus extra functies die we kunnen bieden. Denk aan biodiversiteit, het woord recreatie is net al gevallen. We hebben het over windmolens, energietransitie, dat soort zaken. We willen daar ook in meedenken. Dat is dus ook in ons lange termijn doel opgenomen. En als laatste het uitvoeren van de waterveiligheidstaak op een duurzame manier. Dan hebben we natuurlijk te maken met de CO2-reductie, met circulair denken. Nou, dat is ook opgenomen als onderdeel van de lange termijndoelen. De lange termijndoelen die gelden in principe richting 2050. Hè, dus die blijven ook na dit waterbeheerprogramma in feite als lange termijndoel staan. Hè. We zijn op weg naar... voor de lange termijn om alles op orde te krijgen. De lange termijn doelen gelden voor de dijken, maar geldt dus bijvoorbeeld ook voor de energietransitie, ook voor het circulaire denken. Dus 2050 is hier een belangrijk jaartal in. De lange termijn doelen hebben we weer doorvertaald naar de doelen voor, of de speerpunten voor de komende planperiode. Dus de planperiode van de komende 6 jaar. Het zijn er 6 of 7 en die loop ik eventjes kort met u langs. De eerste, nou ja, dat is... speerpunt wat altijd voor ons bovenaan zal blijven staan, dat we de waterkeringen op orde houden en blijven houden. En intern hebben we eens de discussie gehad van je gaat je speerpunt in je waterbeheerprogramma opnemen. En dit is eigenlijk niet echt een bijzonder speerpunt, maar het is eigenlijk regulier werk. Dat klopt, dit is onze reguliere taak, maar we vinden hem zo belangrijk en er is nog zoveel te doen dat wij deze toch als speerpunt hebben benoemd en hem ook bovenaan hebben gezet. Waterveiligheid is en blijft op orde. Het tweede speerpunt. Dat gaat over die natuurlijke inrichting. We gaan meer doen om de duinen op een natuurlijke manier mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. En daarbij gaan we ook naar de dijken kijken om die op een meer natuurlijke manier te beheren. Nou, het is ook al iets gezegd over de groenvisie. Over biodiversiteit. Nou, dat soort onderwerpen valt wat ons betreft onder het tweede speerpunt van het natuurlijke manier omgaan met dijken en duinen. Nou, en bij de natuurlijke manier van meegroeien van de duinen kun je ook denken aan het laten instuiven van zand, zodat de duinen kunnen meegroeien. Nou, daar gaan wij ons de komende periode ook meer op richten. Zijn we al mee bezig met wat onderzoeken, maar daar gaan we meer invulling aan geven. Derde speerpunt, dat gaat over de gevolgbeperking. Net ook al even gezegd, waterveiligheid is niet alleen dat de dijken op orde moeten zijn en moeten blijven. Waterveiligheid is ook het omgaan met de gevolgen van een overstroming. In feite is het hele risicodenken is gebaseerd op de kans dat er een overstroming plaatsvindt en de gevolgen die er optreden als er een overstroming plaatsvindt. En dat tezamen, dat product, kans maar gevolg, dat is het risico. En traditioneel zijn wij van die dijken, maar we willen ook meer meedenken in de wijze waarop het gebied achter de dijken, het gebied wat overstroombaar is, hoe we dat op een veilige manier kunnen inrichten en hoe we daar de gevolgen zo goed mogelijk kunnen beperken. Daarbij maken we ook de koppeling met de acties in het kader van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarvoor komen onze collega's langs bij de gemeentes om te praten over het wateroverlastthema, over hitte, over droogte, maar ook over de gevolgen van overstromingen. En dat is het punt waar wij ook vanuit waterveiligheid graag willen aanhaken bij die gesprekken en bij die plannen. Het vierde speerpunt, dat gaat over het meervoudig gebruik van de waterkering mogelijk maken. De waterkering als toch cultuurhistorische lint door het landschap, verbinder van natuurgebieden. Fietspaden die erop liggen om over te fietsen en om te genieten van de natuur. Ook weer de koppeling met de biodiversiteit. Hoe kun je de dijkgraslanden op een natuurlijke manier beheren? Kruidenrijke mengsels inzaaien. Dat soort thema's gaan we onder het speerpunt meervoudig gebruik van de waterkeringen gaan we onderzoeken en gaan we kijken wat daarin mogelijk is. Ook hiervoor geldt uiteraard weer waterveiligheid. De dijkveiligheid die staat er wel centraal in. Dus we moeten, wat we ook doen,
en hoe we het ook doen, moet het nooit ertoe leiden dat de dijkveiligheid achteruit gaat. Het vijfde speerpunt, dat gaat over duurzaamheid. Ja, ook binnen waterkeringen, binnen waterveiligheid kunnen wij daaraan bijdragen. Er is bijvoorbeeld in ons gebied ook uitgerekend dat de afgelopen ronde van dijkversterkingen, we hebben van onze 360 kilometer primaire waterkeringen die we hebben, hebben de afgelopen jaren hebben we ongeveer 20% versterkt. En die versterking, daar heb je heel veel energie voor nodig. Er wordt heel veel met klei gereden, heel veel transportbewegingen, heel veel machines zijn aan de slag. Nou, we moeten ook in onze versterkingsprojecten, maar ook in het beheer en onderhoud, denk aan het maaien van de dijkgraslanden, moeten we bedenken hoe we dat op een duurzame manier kunnen gaan uitvoeren. Dus dat betekent wat over voor de manier waarop we dat doen. Het gaat allemaal niet van vandaag op morgen. Het is best wel een langdurig en lastig traject. Maar het is wel een speerpunt benoemd om langs de lijn van het programma Waterkeringen tot die duurzame inrichting te komen. En het laatste speerpunt wat we hebben benoemd is het toepassen van nieuwe innovatieve technieken om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de dijken. Ja, vaak wordt wel gezegd, ook intern bij ons, van ja, maar innovaties toepassen, het is eigenlijk geen doel, maar het is een middel. Nou, het klopt, hè, het is een middel om je doelen te bereiken. Maar bij waterveiligheid vinden we hem toch zo belangrijk om te benoemen. Mede bijvoorbeeld vanwege het feit dat er landelijk de komende jaren tot 2050 tussen 1000 en 1500 kilometer aan waterkeringen versterkt moeten worden. En die landelijke opgave, die krijgen we eigenlijk met z'n allen alleen maar voor elkaar als we innovatiever gaan worden, als we nieuwe technieken gaan toepassen, als we meer inzicht krijgen over op welke mechanismen faalt een dijk, hoe functioneert een dijk, waar is het eigenlijk precies het probleem. Dat soort zaken valt hieronder en daarom hebben we ook als speerpunt benoemd, bijvoorbeeld ook het ontwikkelen van een digitale tweeling, zodat we binnen kunnen gaan sturen op hoe een dijk functioneert en dat we bij hoogwater bijvoorbeeld sneller kunnen ingrijpen. Maar dat soort zaken willen we binnen dit speerpunt de komende planperiode echt weer een stap verder in gaan zetten. Ja, dat zijn de zes speerpunten die binnen het programma Waterveiligheid vooralsnog in het waterbeheerprogramma opgenomen worden. Ja, en de vragen zijn dus eigenlijk wat van mij aan u. Hè, wat vindt u van die ambities en die speerpunten die hier genoemd zijn? Mist u dingen? Wilt u dingen anders zien? Maar ook zaken als van nou, vanuit uw eigen belang, van hoe kijkt u daar tegenaan? Ziet u prioriteiten? Kunt u bijdragen hieraan aan die opgave die we hier vanuit waterschap hebben benoemd? Nou ja, dat soort vragen heb ik hier eigenlijk bij. Dit is eigenlijk mijn verhaal, Jessica. Oké. Nou, dankjewel, Henry. Kort en inderdaad op aan de hand van speerpunten. Ik heb zelf ook natuurlijk wat vragen, mocht er vanuit de chat niks komen. Maar u heeft de oproep van Henry net gehoord. U wordt van harte uitgenodigd om op de chat uw vraag aan ons door te sturen. Die krijg ik als het goed is dan hier op mijn scherm. Die kan ik dan stellen aan Henry. Dus het is even via een omweg, maar we doen ons best. Henry, misschien om te beginnen nog even wat mij ineens door het hoofd schoot. Want inderdaad, het zijn behoorlijk speerpunten. Dus het is behoorlijk op hoofdlijnen. Jouw voorbeeld net inderdaad van de versterkingsopgave betekent ook natuurlijk dat we echt door het gebied van onze partners gaan. Hè? Dus onze waterschap is natuurlijk gemeentegrensoverstijgend. We zijn eigenlijk altijd in het gebied van een gemeente of van een partner aan het werk. En wat betekent dat nou eigenlijk in de uitvoering van onze werkzaamheden? Als ik het even zo opvat, dan betekent dat ook dat de samenwerking op dat niveau ook heel belangrijk is. Dat we dus echt goed ook onze partners, informeren over wat wij aan het doen zijn en wat we gaan doen. Ja. Hoe zie jij dat voor je? Nou ja, heel terecht punt wat je aangeeft. Bijvoorbeeld bij het hele landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma, hè, waar alle dijkversterkingen van heel Nederland in opgenomen zijn en geprioriteerd worden. Daarvanuit worden projecten uitgevoerd, hè, bijvoorbeeld projecten in ons gebied, hè, dat doen wij dan. Daar is het tegenwoordig veel meer dan vroeger dat heel actief de omgeving betrokken wordt. En dan wordt ook aan het begin van zo'n proces van een dijkversterking, wordt bijvoorbeeld ook nagegaan van, zijn er meekoppenkansen? Zijn er bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen gaande of liggen die in de planning en kunnen we dat op een of andere manier
op elkaar fitten of op elkaar aansluiten. En daar zoeken we de omgeving al heel vroeg in zo'n, bijvoorbeeld in zo'n dijkversterkingsproject, zoeken we de omgeving heel vroeg op om die gesprekken aan te gaan, om te kijken of dat vanuit onze eigen, al onze eigen belangen die elke partij heeft, of dat we dat kunnen koppelen, of dat we daar meerwaarde uit kunnen halen. En anderzijds natuurlijk ook, hè, ze hebben het over die gevolgbeperking. Ja, dan zit je bij uitstek in het gebied van een gemeente bijvoorbeeld. Hè, die gaat over de bestemmingsplannen en de inrichtingsplannen van nieuwe gebieden. Ja, en daar is het vanuit waterveiligheid willen wij gewoon heel graag benadrukken van... wij zorgen natuurlijk voor goede en sterke dijken, maar het kan altijd een keer misgaan. En wij willen dus heel graag aan tafel komen om dat gesprek te voeren van... stel nou eens dat het toch misgaat, hè. Die dijk voldoet aan de norm, dus die is hartstikke sterk, maar het kan toch een keer misgaan. Op wat voor manier kunnen we die gevolgen dan zo goed mogelijk beperken? En dan heb je per definitie die omgeving nodig om dat gesprek mee te voeren. Ja, dus eigenlijk zeg je van het continu het benadrukken van het belang van sterke dijken in de ontwikkelingen die er nu eenmaal plaatsvinden. Er is nu eenmaal woningbouw, er zijn herontwikkelingsgebieden. Steeds het belang daarvan en ook het gesprek over de impact. Hè? Dus ook de impact van als het niet goed zou gaan, hoor ik jou eigenlijk zeggen. Ja. En zijn dat nou ingrijpende trajecten, die versterkingen? Hoe moet ik dat voor me zien? Het wordt echt een hele dijk aangepakt? Of heeft de omgeving daar heel veel last van? Of hoe, Ja, dat is heel verschillend. Hè. Dat kan. We hebben, wat ik net aangaf, de afgelopen jaren hebben we 20% van onze primaire waterkeringen versterkt. Nou, ik denk dat heel veel mensen in het gebied daar ook wel een keer wat van gezien of gemerkt hebben. Op dit moment is ons versterkingsprogramma ook mede daardoor wat kleiner. Maar het kan zijn dat er weer dijkversterkingen aankomen. Niet in de laatste plaats, omdat in 2017 er nieuwe normen zijn bepaald. Hè. Dus er zijn weer nieuwe normen in de waterwet opgenomen, zijn weer strengere normen. En we zijn nu aan het kijken van voldoen die waterkeringen weer aan die normen. Nou, het kan zijn dat het niet zo is. Moeten we weer aan de slag. En dan kan het zijn dat het een ingrijpende versterking wordt. Ja. Echt een dijk die verhoogd en verbreed moet worden. Dat we echt ook het land in moeten. Dan moeten we echt heel nadrukkelijk op zoek naar die omgeving. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook een project lopen en dat speelt zich vooral onder water af, in de rivierbodem, om het zo maar te zeggen. Ja. Daar moet je de onderwateroever beschermen, zodat die dijk niet inzakt. Nou ja, dan heeft de omgeving daar weer veel minder last van. We hebben natuurlijk wel weer heel erg met Rijkswaterstaat te maken, dus we hebben altijd met omgevingspartijen te maken. Maar het hangt er een beetje vanaf van wat de dijkversterking inhoudt, in hoeverre dat ingrijpend is of minder ingrijpend. Ja. Oké, dankjewel. Ik kijk even op mijn scherm, want ik zie hier een vraag binnenkomen van mevrouw Desiree Gotink, als ik het goed lees, van de gemeente Nissewaard. Dus inderdaad een partner in ons gebied. Een vraag over het bijdragen aan een veilige inrichting achter de dijken en duinen. Dus dan leg ik even de nadruk op het woord achter. Ik hoop dat klopt. Hoe zal dit vormgegeven worden? Hoe kunnen we samen optrekken? Dus een vraag over bijdrage aan een veilige inrichting achter de dijken en duinen. Nou ja, dat is het gesprek wat wij, zoals ik het intern bij ons altijd aangeef, graag willen aangaan. Ook in combinatie met de gesprekken die in het kader van Deltaplan ruimtelijke adaptatie al plaatsvinden. Mijn collega's die hebben de afgelopen tijd, afgelopen jaar, hebben ze gesprekken gevoerd met gemeentes, gezamenlijk met gemeentes stresstesten uitgevoerd. Risicodialogen die lopen nu, daar volgen dan weer uitvoeringsstrategieën uit. En een van de vier thema's daarin is de gevolgen van overstromingen. Dus je hebt wateroverlast, droogte, hitte en gevolgen van overstromingen. En we willen graag die gevolgen van overstromingen daar ook in dat gesprek goed meenemen. Van gezien die stresstesten die er is, dan zijn er kaarten met waterstanden die je dan ziet, bepaalde situaties. En dan breng je de kwetsbaarheden in beeld. Waar moet je dan naar kijken? Hoe kun je dan op een bepaalde plek focussen, zodat je kwetsbaarheden misschien kunt beperken? En ik denk dat het voor ons al het belang is om daar goed aan tafel te komen. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik aan tafel zat, waarbij dan het gesprek eigenlijk begon met van ja, de dijken die zijn op orde of die worden op orde gebracht, dus waterveiligheid is geen issue. Maar dat is eigenlijk, de boodschap is dus eigenlijk van, er is geen absolute zekerheid. Hè? Dus dat kan altijd een keer misgaan. Ja. Dus we willen, als er een gebied ontwikkeld wordt, dat is de kans om te kijken hoe je een gebied klimaatbestendig kunt inrichten. Dus denk op dat moment ook over na dat er water over een dijk kan komen. Ja. Of dat het wel eens mis kan gaan. En dan moeten we ons de vraag stellen, kunnen we dan iets doen? Nou,
antwoord op die vraag moeten we natuurlijk dan per situatie onderzoeken. Maar dat is wel de manier zoals we dat kunnen doen, denk ik, met z'n allen. Nee, dus die bewustwording, als ik dan even mag vertalen, die bewustwording van die waterveiligheid en dat je daarin eigenlijk steeds kwetsbaar bent, ongeacht wat je eigenlijk doet. Dat is het gesprek wat wij willen hebben, ook met gemeenten. Dus dat is ook het antwoord dan op de vraag van Desiree. Ja, daar willen we graag samen in optrekken. Dus ja, we willen graag kijken achter de dijken. In principe ligt natuurlijk bijna ons hele gebied uiteindelijk achter een dijk. Maar ik ga ervan uit dat hier bedoeld wordt vlak achter een dijk. Dat soort gebieden, dat we daar naar kijken samen met de gemeente om die in te richten op een manier dat mocht er iets verkeerd gaan, dat dat dan ook zo goed als mogelijk wordt ingericht. Ja. En daar hebben wij dan de expertise voor vanuit meer de technische kant. En wij zijn natuurlijk voor wat betreft de gemeente zijn we natuurlijk altijd heel erg benieuwd naar hun opgave meer in de ruimtelijke zin en in de inrichting van het gebied. Ja. Ja. Ik heb een volgende vraag van Vera Konings van de gemeente Rotterdam. Henry, je krijgt een compliment. Je bent duidelijk en je hebt goed opgebouwd verhaal. De punten meervoudig ruimtegebruik. En verkennen wat er in het achterland nodig is voor ons belangrijk. Nou, dat begrijp ik, want in Rotterdam is natuurlijk de ruimte beperkt. Dus meervoudig ruimtegebruik, het gebruiken van de dijk voor meerdere doeleinden. Ik denk dat Vera dat ook bedoelt. Dat is voor de gemeente Rotterdam uiteraard belangrijk. Ruimte is schaars. Een speerpunt zou ook nog een goede samenwerking kunnen zijn. Elkaar kunnen vinden, zeker als er RO'ers, daar hadden we het net over, de ruimtelijke ordenaars. Meer in beeld komen. Nou, en dan komt er nog een vervolgvraag, maar eerst maar eens even een reactie dan even op dat meervoudig ruimtegebruik. Even vanuit het perspectief van Rotterdam. Ja. Iedereen wil wat op een klein stukje grond. En dan komen wij met de dijk is belangrijk en daar moet iedereen vanaf blijven, om het even zo te zeggen. Maar dat hoeft dus niet, begrijp ik. Maar wat is er dan mogelijk? Nou ja, het eerste van de dijk blijf je af. Hè. Dat is, zo was het vroeger, hè, van de dijk blijf je af. En het kan best zijn dat nog steeds het antwoord zal zijn van de dijk blijf je af. Want alleen het is niet zo dat we dat maar meer zonder meer kunnen zeggen. We weten natuurlijk dat enerzijds er heel grote druk op de ruimte is. En vooral ook in dat stedelijke gebied. Hè, de ruimte is schaars en er zijn plannen. Er moet iets voor energievoorzieningen gedaan worden. Er zijn woningbouwopgaven. Er is van alles en nog wat te doen op de beperkte ruimte. Dus er wordt ook gekeken naar, nou ja, hoe kunnen we zo dicht mogelijk bij die dijk iets doen. Aan de andere kant hebben we dus ook te maken met die mogelijke zeespiegelstijging. En omdat het nog moeilijker te maken is, is dat de zeespiegelstijging nog erg onzeker is. Hè, dus we weten het eigenlijk niet. Maar ja, dat zijn wel de vragen waar we tegenaan lopen. Van gezien die onzekerheid ten aanzien van zeespiegelstijging, die misschien over 100 jaar wel eens een meter of 2 meter, wat voor getallen je ook hoort, zou kunnen zijn. Hoe zet je dat af tegen bijvoorbeeld bouwontwikkelingen, dat er grote gebouwen ergens neergezet worden die ook minimaal 100 jaar meegaan of 200 jaar. Dus we moeten al heel ver vooruit denken en wij zeggen in principe niet op voorhand nee, maar het antwoord kan wel zijn als we daarover gaan nadenken dat we uiteindelijk toch nee zeggen, omdat we nu eenmaal toch die dijk, die primaire functie moeten hebben. En dus zo blijft het wel continu het gesprek van wat zijn de verwachtingen. Hoe zit het met die bescherming? Wat zijn de ontwikkelingen? Hè? Dus de koppeling inderdaad van zeg maar, RO met in dit geval dus waterveiligheid. Het gesprek is denk ik heel belangrijk om die ontwikkelingen goed tegen elkaar te leggen. En hoe kunnen we dan daar meerwaarde uithalen? Maar ja, op voorhand kun je dan niet zeggen van nou hier wel en daar niet. Het is wel iets waar wij dus de komende planperiode nadrukkelijker over gaan nadenken. Misschien komt er wel een bepaald beleid uit voort of beleidsregels van al dan niet toestaan van bebouwing of wat dan ook. Ja. Maar dat is wel het onderdeel van het speerpunt. Ja, dus eigenlijk misschien, met andere woorden, misschien is er de komende tijd wel, gewoon omdat de tijd daarom vraagt, meer ruimte voor maatwerk. Dus dat er echt specifiek wordt gekeken naar de belangen op die plek. En dat daar de dialoog over wordt aangegaan, als ik het zo begrijp. Op zich zeg je dat goed. Ik wil nog steeds wel die ene nuance blijven maken. Dat zal altijd mijn boodschap blijven vanuit waterveiligheid. Dat heb ik ook in die presentatie en ambitie onderstreept. Die primaire functie van een dijk is om bescherming te bieden. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar normen die we nu hebben in de waterwet, dan praat je over normen van een 10.000ste per jaar of een 100.000ste. Dat zijn gewoon iets wat eens in de 1000 of 10.000 of 100.000 jaar voorkomt. Dan moet die dijk eigenlijk al tegen kunnen. Dat zijn eigenlijk grootheden die we niet eens kunnen voorstellen. Nee, precies. Dus die dijk moet zo goed en sterk zijn dat die eigenlijk
bijna niet kan falen. Ja. En vanuit dus die achtergrond, hè, dat is altijd hetgene waar een dijk aan moet voldoen. En tegen die achtergrond kunnen we wel kijken van wat is er dan toch nog mogelijk. Ja, dus precies. Dat gesprek, en dan is toch die dijkveiligheid natuurlijk nummer één. Ja. Maar dat gesprek kunnen we wel aangaan. En dat meervoudig ruimtegebruik, toch nog heel even. Wat zijn bijvoorbeeld voorbeelden, want je noemde net al wel een paar. Er zijn ook voorbeelden, kan ik me voorstellen, die meervoudig ruimtegebruik toestaan, maar eigenlijk de veiligheid van de waterkering niet geen impact op hebben. Dus bijvoorbeeld een wandelpad of iets dergelijks. Zijn dat bijvoorbeeld dingen waar je wel aan kan denken? Dat je zegt, nou dat is eigenlijk altijd wel mogelijk. Een fietspad, een wandelpad, iets met die dijk doen voor langzaam verkeer of iets dergelijks. Dat zijn goede voorbeelden daarin. Maar ook bijvoorbeeld de koppeling met de groenvisie die we onlangs hebben vastgesteld. Om te kijken van nou, hoe kunnen we meer het groen beschermen? Hoe kunnen we meer doen aan biodiversiteit? Nou, zo'n dijk kan daar ook een bijdrage aan leveren. En dan is het niet... Het is niet altijd zo dat dat tegenstrijdige belangen zijn. Ja. In dit geval met groen en biodiversiteit zijn er misschien wel belangen die elkaar versterken. Als je bepaalde kruiden op zijn dijk neerzet, dat je dan een goede doorworteling krijgt. Waardoor de grasmat uiteindelijk sterker wordt en je een betere bescherming krijgt. Ja. Dus we zijn ook altijd op zoek natuurlijk naar kansen daarin te benutten. Maar dit zijn wel voorbeelden. Een fietspad of een kruidenrijk ingerichte dijk. Dat soort zaken. Ja. Moet je aan denken. Nou ja, er loopt nu ook een proef of een onderzoekje om te kijken of dat bijvoorbeeld op bepaalde dijken zonnepanelen kunnen toestaan. Ja. Dat we daarmee dus ook zonne-energie opwekken. Ja. Nou, dat worden dan wat case studies gedaan om te kijken of dat het haalbaar is en of dat rendabel is. En vanuit ons belang dan weer of dat de dijk daar dan niet onder leidt. Dus dat is ook een voorbeeld daarin hoe we daarmee bezig kunnen zijn. Oké, dankjewel. Even kijken. Een vervolgvraag die Vera nog heeft gesteld is hoe verloopt nou het vervolgproces van de participatie tot de afronding van het stuk? Wellicht een vraag die in de afwording wordt beantwoord. Nou, dat is zeker waar inderdaad. En aan het einde dan komen we daarop terug. Die participatie is zeker mogelijk. Voor zover ik heb begrepen is dit eigenlijk een eerste vorm van consultatie van het waterbeheerprogramma. Dus vandaar dat we ook echt heel erg hopen dat we wat inbreng gaan verzamelen vandaag. Dat is absoluut wat we hier aan het doen zijn. En uiteindelijk is er wellicht zelfs ook nog een ruimte voor iets van een schriftelijke revisie. Maar dat zal Liesbeth dadelijk aan het einde ook nog wel even aan alle deelnemers vermelden. Als er vragen nog zijn, dan horen we dat natuurlijk nu graag. Of als er nog inbreng is. Ik heb ook nog een keer mevrouw Desiree Gotink. En ik kreeg net al even in beeld dat Desiree wel eventjes zichtbaar op camera wil. Dus misschien als de regie mij hoort, dan kunnen we dat wel eventjes voor elkaar krijgen. Dan ziet u ook even iemand anders dan mij of Henry. Desiree, wil jij je vraag live stellen? Is dat mogelijk? Dat we jou in beeld zien. Ik denk dat er aan gewerkt wordt. Ja, volgens mij kan ik nu wat zeggen. Ja, wij zien... Hallo. Heel goed. Hallo. Dag Desiree, jij had net al een vraag en je hebt er nog een, dus ik dacht... Wat mij betreft mag je die zelf even stellen aan Henry. Ja, dankjewel. Ik vroeg me af, je had het net al een beetje over dat natuurlijk beheer van de dijken. Dus in zoverre is mijn vraag ook al wel een beetje beantwoord. Maar als vervolg daarop vroeg ik me af in hoeverre dat misschien ook kan bijdragen aan het voorbereiden op lange periodes van droogte of zo voor dijken. Want je had het erover dat je bijvoorbeeld kruidenmengsels kan nemen die dan misschien iets dieper wortelen of zo. Ja, uitdrogen van dijken is eigenlijk pas iets waar wij de laatste jaren pas echt nadelige gevolgen van hebben ondervonden. En juist door die hittes van de afgelopen jaren is als dat weer een besef van ja, een dijk kan dus ook uitdrogen en daardoor ook zwakker worden. Nou, wij daar in ons gebied iets minder last van dan in andere gebieden waar vaak en veel veendijken aanwezig zijn. Overigens is het wel zo dat als het in een droge, hete zomer
die dijk, dat gras helemaal geel wordt. Dan lijkt alles dood. Maar dan blijkt dat toch weer heel snel te herstellen. Dus op zich, het uitdrogen van die dijk en het dat geel verdord raken van die grasmat. Nou, dat uiteindelijk blijkt het allemaal het effect wel mee te vallen. Maar correct, hè, dat is ook iets wat we daarin kunnen meenemen. Van hoe kan je bijvoorbeeld vanuit die kans die we zien om meer aan biodiversiteit te doen, kruidrijke mengsels, andere soorten. Nou, hoe kan dat dan bijdragen aan bijvoorbeeld ook het effect van droogte op dijken? Ja. Oké, dankjewel. Oké. Even kijken, ik zie dat er nog een vraag binnenkomt. Gelet op de tijd, we hebben nog 5 minuten. Dat is helemaal niet zo lang meer. Daarna hebben we even een korte break en gaan we door met de volgende sessie. Dus deze vraag gaan we zeker nog even meenemen. Als u nog een prangende vraag heeft, dan typ hem nu even in de chat. Dan kijken we of we nog wat dingen kunnen meenemen. Even kijken, mevrouw Lieselotte Mezu. Ik weet niet vanuit welke organisatie, maar in ieder geval de vraag is, als meervoudig gebruik niet mogelijk is, welke mogelijkheden zijn er voor de dijkverleggingen? Kunnen we ook een dijk verleggen? Kunnen we bepalen dat iets wat al misschien al historisch al heel lang zo is, dat we dat eigenlijk toch wat slimmer kunnen inrichten? Dat we dat kunnen veranderen? Hebben wij daartoe überhaupt de bevoegdheden, Henry? Ja, op zich is dat mogelijk. Hè? Dus als daaruit een studie volgt dat het misschien heel slim is om die dijk om te leggen, dan is dat mogelijk. Misschien een beetje techniek, maar in de waterwet zijn, als het gaat om de primaire waterkeringen, is het beginpunt en het eindpunt is als coördinaat in de waterwet vastgelegd. Hè? Dus dan weet je van, nou, hier begint een dijktraject en daar eindigt een dijktraject. En de precieze loop van die dijk daartussen, dat zit weer in een nationaal bestand waar het keurig is bijgehouden. Dus het is echt een heel formeel bestand waarin de dijken, de primaire waterkeringen zijn vastgelegd. Maar mocht er blijken dat er uit studies volgt dat het misschien heel slim is om een dijk te verleggen, dan zou dat een mogelijkheid kunnen zijn. Maar het kan best zijn dat er dan misschien iets in de waterwet aangepast moet worden. Nou ja, op zich gaan wij dat niet uit de weg, hè, als dat de beste oplossing voor de BV in Nederland is. Het ligt niet geheel voor de hand, maar het is een optie. Is het voorgekomen in ons gebied? Weet jij of het ergens gebeurd is? Nou, er zijn volgens mij bij onze afgelopen ronde dijkversterkingen, was iets van 60 kilometer, is volgens mij op een paar plekken is er een kleine verlegging geweest. Om een tracé net wat gunstiger te maken. Ja. Dus het kan voorkomen. Okay. Ja. Okay. Nou, we hebben denk ik allemaal wat geleerd, dat er blijkbaar het beginpunt en het eindpunt van een dijk wettelijk is verankerd. En dat daartussen er iets van aanpassing mogelijk is. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd van welke organisatie Lieselotte is en wat haar plannen zijn. Ik ga nog even door naar de volgende vraag. Wietse van Alten. Het is inderdaad gemeente Rotterdam, krijg ik nu net door. Wietse van Alten van Sportvisserij Zuid-Nederland. We spreken over waterveiligheid met betrekking tot dijken. Ik hoor zeggen zonnepanelen en andere inrichtingen. Graag zou ik willen weten of de huidige toegankelijkheid van dijklichamen om bij de waterkant te komen blijven. En of dat misschien uit te breiden is op de locaties. Ja, dus eigenlijk even deze vraag gaat eigenlijk over. Je bent op een dijk en je wilt eigenlijk via de dijk bij de waterkant komen. Is dat ook een voorbeeld van meervoudig gebruik? Dat je de dijk mag gebruiken als pad naar de waterkant. En ik snap natuurlijk dat iemand van een sportvisserijvereniging dat graag wil weten. Want soms is dat misschien wel de enige manier om bij het water te komen. Ja. Nou ja, dat zou inderdaad een vraag kunnen zijn waar we actief mee aan de slag gaan. Als die behoefte er is, om op plekken waar dat nog niet kan, om te kijken of dat we daar iets kunnen betekenen. Het is wel zo dat we dat soort initiatieven, als dat komt, we horen dat graag. En dan kunnen we in gesprek gaan om te kijken in hoeverre we daarin iets kunnen betekenen of kunnen faciliteren. Dus ja, er wordt niet op voorhand nee tegen dat soort initiatieven gezegd. En de dijkers van ons allemaal zeggen ze wel eens. Ja. Hè? Dus het is zeker iets waar we over kunnen praten. Als er een partij of een vereniging of een andere organisatie is die samen met ons wil kijken van wat er mogelijk is, dan kunnen we daar zeker over praten. En dan moeten we kijken hoe we daarin verder kunnen. Ja,
Oké, dankjewel. De tijd is voorbij. Het is 35. We hadden 35 minuten. Even nog samengevat. De dijk is van ons allemaal. Dat is denk ik een hele mooie uitspraak om samen te vatten wat we hier kort hebben besproken. Maatwerk is mogelijk, hè, aan bepaalde grenzen natuurlijk gebonden, vanuit de wet al en vanuit onze taak. Maar ik hoor jou ook wel zeggen, de maatschappij vraagt ook wel om misschien een wat andere kijk de komende jaren op die waterveiligheid. En dat we daar in ieder geval het gesprek met elkaar over aangaan. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat we de dialoog voeren. Dus wat dat betreft ook de uitnodiging om naar ons toe te komen, naar het waterschap. Naar Henry of wie dan ook. Ik denk dat wij toe kunnen zeggen dat we als waterschap echt in de toekomst openstaan voor visies van anderen en verzoeken. En dat we dat gewoon op een zorgvuldige manier zullen afwegen. Zeker als het om dit onderwerp gaat. Goed, ik rond deze deelsessie bij deze af. Dus Henry, hartstikke bedankt voor jouw goede verhaal. We hebben eventjes 5 minuten pauze, want er gaan wat wisselingen plaatsvinden. In de eerste kamer, dus dat betekent de andere room, dan komt het onderwerp hemelwaterbeleid en het onderwerp waterketen. Dus dat is eigenlijk het schoonmaak van het water met mevrouw Mirjam Geurts en Pieter van Dongen. En in deze ruimte hebben we zometeen Mieke van der Laan en Johan Vermeulen. En zij gaan over voldoende en schoon water vertellen. Dus kiest u even wat u gaat doen. Of u blijft hier in deze kamer of u switcht naar de andere kamer. En over 5 minuten dan zijn we weer terug. Dat is om 14:42 ongeveer. Oké.